De fusieorganisatie Atrium Orbis is al een tijdje een feit. De naam was maar tijdelijk en is ontstaan uit de fusie tussen Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern. Vandaag, woensdag 1 juli, werd dan eindelijk de nieuwe naam onthuld. We vieren vandaag een nieuwe mijlpaal in het bestaan van onze fusieorganisatie, onze hele jonge fusieorganisatie. Om te beginnen nemen we afscheid van twee namen die meer dan 10 jaar lang onlosmakelijk verbonden waren met de zorg in Zuid-Limburg. Orbis Medisch en Zorgconcern en Atrium Medisch Centrum Parkstad. Iedereen kon stemmen op de nieuwe naam. Het ging tussen Adare, Curavalis en Zuiderland. Uiteindelijk stemde 63% op de naam Zuiderland. Nieuwe naam Zuiderland, tevreden? Ja, heel tevreden. Ja, u weet, we hadden drie namen, Curavalis, Adare en Zuiderland. En deze naam is door de bevolking van Limburg met 63% meerderheid gekozen. Dus een overduidelijke meerderheid. En wat mij betreft had het ook de voorkeur, deze naam. Ja, Zuiderland, wat voor associaties moet dat dadelijk gaan oproepen? Nou ja, heel letterlijk, hè. Zorg verlenen in het zuiden van het land. Maar wat ons betreft, wat mij betreft ook echt associaties met zorgzaamheid, met zorg. En met het ervoor zorgen dat mensen goed verzorgd worden. Robuustheid, maar met name ook kwaliteit van zorg voor patiënten in deze regio. Het logo, kunt u daar iets over vertellen? Ja, het is een Z, hè. De eerste letter van de nieuwe naam. En wat wij hopen is dat het ook heel herkenbaar wordt, dat als iemand dat logo ziet, dat hij denkt, oké, dat staat voor zorg, voor goede zorg in de Zuid-Limburgse regio. Tot nu toe is er voor de patiënt nog niet veel veranderd met de fusie tussen Atrium en Orbis. Maar op den duur zal bepaalde zorg op één locatie worden geconcentreerd. Wat wij graag willen met de fusie is nog meer kwaliteit van zorg leveren. En dat gaan we doen door een aantal patiëntgerichte centra te creëren. Dat betekent heel concreet dat wij eind dit jaar hier op locatie Sittard Geleen het borstkankercentrum willen openen. En op locatie Heerlen het geboortecentrum willen openen. En zo zullen wij de komende jaren een aantal van die centra neerzetten. Waarbij mensen wel overal toegang hebben tot zorg. Dus Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Sittard Geleen, echt overal zijn polyklinische faciliteiten. Maar een hoge kwaliteit van zorg wordt geboden op het moment dat de ingreep echt plaatsvindt. Het zal nog even duren voordat de nieuwe naam helemaal is ingeburgerd. Maar over een tijdje zal Zuiderland een begrip zijn in de regio. Denkt u dat het moeilijk gaat zijn, omdat mensen toch gewend zijn aan Atrium Orbis, om deze nieuwe naam te gaan inburgeren? Ja, ik denk dat dat wel even duurt. Maar over een jaar denk ik dat het heel gewoon is om naar het Zuiderland Ziekenhuis of naar Zuiderland Zorg of naar een Zuiderland Verpleeghuis te gaan. Ik denk dat het heel snel gaat, maar het duurt wel even.